toch hier. Ik voel mij weer totaal niet aangesproken, maar voorhoofdrimpel, vertel. Oké, nou, voorhoofdrimpels, dat zijn de rimpels op het voorhoofd. En ja. Die? Ja, je hebt hem een beetje. Ja, ik weet het. Ja, nou ja. Ik ook, ik heb ze ook. Voorhoofdrimpels, ja, dat zijn de rimpels op het voorhoofd. Dus ik neem aan dat je nu wil weten wat er aan gedaan kan worden. Ik wil heel graag weten wat ik eraan kan doen, ja. Ja, nou. Botox is over het algemeen hetgene wat vrijwel iedereen als eerste doet. Ja. Daar moet je wel een beetje mee oppassen. Ik ben qua behandeling, doe ik dat altijd. Ik behandel het altijd relatief voorzichtig. Ja. Enerzijds vind ik het soms ook niet zo mooi, omdat je echt van die botox gezichten krijgt waarin het echt helemaal glanzend is. Ja. Maar anderzijds moet je ook een beetje mee oppassen. Is dat dan toch de expressie soms wat minder kan zijn. En dat is afhankelijk van het middel, van de rimpel, moet ik daar keuzes in maken. Dus botox kan? Kan zeker, kan absoluut. Werken. Maar er zijn vast andere oplossingen nog? Nou, je kan ook met de fillers kan je werken, Belotero. Ja. En je kan met de Plexor kan je ook goede resultaten bereiken. Maar botox is wel het belangrijkste product. Oké, duidelijk. En mensen die dat gaan doen of gedaan hebben, wat mogen die verwachten? Nou, je krijgt gewoon sowieso die rimpels, krijg je gewoon weg. Maar zoals ik al zei, je moet een afweging maken ook met allerlei andere elementen. Want het moet er allemaal wel een beetje natuurlijk uitzien. Het moet er allemaal natuurlijk uitzien, ja. En hoe lang blijft het weg? Hoe vaak moet ik terugkomen als ik zoiets doe? Ja, met botox. Ja. Botox is in principe gewoon, houdt 3 maanden aan, kan weer oplopen tot 1 jaar. En de andere middelen houden ongeveer 1 jaar, dus soms wel eens nog wel weer wat langer aan. Oké, duidelijk. Wil je nog iets toevoegen? Ja, nee. Nee? Oké, dan gaan we over naar de samenvatting. Want als je last hebt van voorhoofdrimpels, net zoals mijn mooie rimpeltjes op mijn voorhoofd, dan kan je daar dus botox voor gebruiken. Dat is wel het meest prominente oplossing, zeg maar, die je kan doen. Maar je zou ook eventueel fillers kunnen gaan gebruiken. Of de Plexor natuurlijk, die ook voor heel veel andere dingen goed te gebruiken is. En dan heb je geen last meer van de rimpels, want ze kunnen helemaal weg. Toch? Jazeker. Nou, mooi.